Om de ware betekenis van ons onderwerp in te zien, moet je het van heel ver weg bekijken. De Wadden zijn het middelpunt van wereldomvattende vogeltrekbewegingen. Van Alaska en Noord-Siberië tot voorbij Midden-Afrika. Een bijzonder gebied langs de Noordzeekusten van Denemarken, Duitsland en Nederland. Deze film gaat over de Nederlandse Waddenzee. Water, wind en land leven mensen en dieren op de hartslag van de getijden. Al eeuwenlang maken de mensen gebruik van de Waddenzee. Alleen, tegenwoordig gaat het met meer geweld dan vroeger. Een moderne schelpenzuiger maakt diepe putten in de zeebodem. Onder die zeebodem zijn grote voorraden aardgas ontdekt. Kan de Waddenzee boortorens en productieplatforms verdragen? De Wadden zijn ook recreatiegebied. De Wadden zijn recreatiegebied, maar ook natuurreservaat. Bepaalde gebieden zijn verboden terrein voor zeilers gedurende de tijd dat de zeehonden jongen krijgen en tijdens het vogelbroedseizoen. De bevolking van het Wad. Zeehonden zijn wel geen burgers, maar ook voor de niet-menselijke bewoners van de Waddenzee is de regering verantwoordelijk. Omdat er van zoveel verschillende kanten een beroep op de Wadden wordt gedaan, zijn veel ministeries betrokken bij de instandhouding van het gebied. De Waddenzee is natuurgebied. Daar heeft het ministerie van Landbouw en Visserij mee te maken. De Wadden zijn waterweg. Verkeer en Waterstaat en Justitie werken samen om olielozingen te bestrijden. Onderhoud van de vaargeulen is een taak van Rijkswaterstaat. Bij de gaswinning in en om de Waddenzee is onder andere economische zaken betrokken. Geven en nemen, in voortdurend overleg, met als hoofddoel de instandhouding van een natuurgebied van wereldbelang. De Waddenzee is ook grensgebied. Kustwacht en Rijkspolitie, Visserijinspectie en andere overheidsdiensten vinden er hun werkterrein. Een veelzijdig gebied vraagt om een veelzijdig beheer. Landbouw en visserij, verkeer en waterstaat, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, defensie,
Binnenlandse zaken, financiën, economische zaken. Gezamenlijk maken ze een beleid voor de Waddenzee. Tot nu toe zijn in Nederland 12 beheersplannen voor 12 aspecten van het Waddengebied ontwikkeld. Het beheersplan water bijvoorbeeld. Het behoud van de wadden staat of valt met de kwaliteit van het water. Die valt af te leiden uit de toestand van de microbevolking van het wad. De ongekende rijkdom aan kleine diertjes verklaart waarom de wadden zo in trek zijn bij vissen en vogels. Vermindering of verslechtering hier, onderin de voedselketen, zou een slecht teken zijn voor de toekomst van de wadden als natuurgebied. Nog dreigender is het gevaar van verdergaande chemische vervuiling. Periodiek neemt Rijkswaterstaat op vaste plekken in de Waddenzee watermonsters. Daar is de Vliesloot. Met Ben, Jaap hier. Goedemorgen Ben. Ik wil even mededelen dat wij om 11 uur op Steigerhoofd zijn met de monsters. Zou je Johan met klaar zijn? Wij hebben als Rijkswaterstaat een meetnet met een groot aantal monsterpunten, liggen op de Noordzee en op de Waddenzee. In deze monsters plegen wij dus vooral onderzoek naar microverontreinigingen, dat wil zeggen de organische microverontreinigingen, pesticiden, en de zware metalen. De grote moot van verontreinigingen komt van de grote rivieren die uitmonden op de Noordzee, zoals bij ons de Rijn. De Westerschelde vanuit België, de Theems, de Humber in Engeland. Door de getijdenbeweging in de Waddenzee hebben we steeds verse instroom van vervuild water in die Waddenzee. Daar sedimenteert het zweet. En zo blijken de Wadden ook in chemisch opzicht een multinationaal gebied. De Wadden zijn een ideaal recreatiegebied voor de bewoners van het dichtbevolkte vasteland. In het zomerseizoen is de bevolking van de Waddeneilanden meer dan vertienvoudigd. Zeilers, badgasten, kampeerders. Er is dan ook een beheersplan recreatie. Toeristen zijn welkom, maar de Wadden zijn meer dan een recreatiegebied. Dit vindt de burgemeester van Schiermonnikoog. De economie van de eilanden draait voor 80-90% op recreatie. Aan de andere kant is het zo dat we wel heel voorzichtig zijn met het toelatingsbeleid, het uitbreidingsbeleid voor wat betreft toerisme. Want het Waddengebied is natuurlijk een zeer uniek gebied en dat moet je eigenlijk koesteren. Dat koesteren dat doen we middels als vijf Waddeneilanden, inmiddels een recreatieverordening die opgesteld is, zodat niet iedereen maar lukraak over de Waddenzee kan varen. En verder hebben we voor wat betreft de bestemmingsplannen op de diverse eilanden maatregelen genomen
waar door uitbreidingen van de toeristische accommodaties nauwelijks mogelijk is. Bij laagtij kun je te voet de Waddenzee oversteken. Een sport voor de echte waddenliefhebbers. Dikwijls ook leden van actiegroepen die zich inzetten voor het behoud van de Waddenzee. Als je het wat ziet waarover we vandaag naar Engelsman Plaat lopen, dan zou je niet zeggen dat er allerlei leidingen en buizen in lopen van de vaste wal naar de eilanden toe. Waterleiding, water wordt er vervoerd, elektriciteit, telefoon, sommige eilanden zelfs op kabel-tv. Het wat wordt eigenlijk ook gebruikt voor zaken waar de Waddenvereniging niet zo erg blij mee is. Bijvoorbeeld buisleidingen die gas bevatten. Of zelfs het plan om een oliegasleiding door de Waddenzee aan te leggen. Maar we hebben toch een beheersplan kabels en buisleidingen? Nou, dat beheersplan kabels en buisleidingen kan dus niet voorkomen dat er een ramp ontstaat met een oliegasleiding of een gasleiding. En dat is de reden ook dat de Waddenvereniging, ondanks zo'n beheersplan, doorgaat met zich tegen dit soort dingen te verzetten. Bedankt. Graag gedaan. Boereiland in de Waddenzee. Bedreiging of belofte? Het beheersplan kabels en buisleidingen probeert aardgas en milieu met elkaar te verzoenen. Elf Peterland heeft hier nu eenmaal een grote hoeveelheid gas aangetroffen in de Waddenzee. En zoals u zult begrijpen willen wij dat graag gaan produceren. En het is dan aan de overheid om ons de eisen op te leggen waaraan wij moeten voldoen om dit te kunnen waarmaken. Die eisen zijn zwaar. Maar niet onredelijk. En de kosten die dit met zich meebrengt zijn hoog, maar voor ons acceptabel. Het platform is onbemand. Wij hebben videocamera's aan boord waarmee we kunnen controleren wat er hier gebeurt. En dit boorapparaat is speciaal aangepast voor het boren hier in de Waddenzee. En daardoor kunnen wij alle afval afvoeren naar het land. En op het land wordt dit afval speciaal behandeld voor het wordt afgevoerd. In de Noordzee, vlak voor de Waddenkust, is ook gas aangeboord. Om het landschap te sparen zijn de verwerkingsinstallaties in de duinen verstopt. Streng beveiligd en onder constante bewaking. Soms lijkt het wel oorlog in de Wadden. Motoren, wacht uit. Maar het beheersplan stelt grenzen aan het geweld. Ik heb daar alle begrip voor. De Waddenzee is een bijna uniek stukje natuur. En dat willen we ook eigenlijk best graag zo houden. Maar er is nog wat anders. We hebben ook militaire oefenterreinen nodig. En waar je die op plaatst, overal stoor je mensen en natuur in Nederland. En ik denk dat we hier een van de minst slechte gebieden van Nederland te pakken hebben. Zolang wij in Nederland democratisch besluiten dat we defensie nodig hebben, zolang is het mijn taak, onder andere, om die defensie geloofwaardig te houden. En het is juist die geloofwaardigheid waarvoor we moeten oefenen. Defensie. Kustverdediging. Van oudsher is dat de eerste taak van Rijkswaterstaat. Ook in de Wadden. Maar sinds het beheersplan kustverdediging laat zelfs Rijkswaterstaat meer dan vroeger de natuur zijn gang gaan. Oudere medewerkers hebben het daar wel eens moeilijk mee. De zee is van ouds onze vijand. En de zee weren en de zee tegenhouden. En alsjeblieft zorgen dat hij niet naar binnen komt. En
niet iets afgeven. Dat, nou, u ziet het hier. Hè? We hebben hier regelmatig afslag. Bij elk hoogwater gaat hier een stuk duin verloren. En we krijgen geen middelen om dat tegen te gaan. En nou is het wel zo, er zit nog wel een duin achter. Maar om toch een stuk kust te moeten verliezen, dat doet wel pijn. Maar ook al geven ze tegenwoordig in de Wadden meer ruimte aan de natuur, Rijkswaterstaat blijft de zee scherp in de gaten houden. Ook onder de zeespiegel. Komt ie hoor. Wat even lekker. De vorm van elke stroomgeul is bekend. Want veiligheid blijft de belangrijkste verantwoordelijkheid van deze dienst. We staan hier momenteel op de westkust van Ameland en dat is een primair bedreigde kust. Wij zijn ook voornemens van plan naast deze palenrijen die wij opnieuw ingestort hebben, opnieuw dus de bestottingen onder water te verstevigen. Dat zal moeten omdat hierachter een dorp, het dorp Holm, ligt, waarvan de veiligheid natuurlijk erg belangrijk is. En het behouden van natuurwaarden, dat doe je dus hoofdzakelijk in combinatie met de kustbescherming. Maar op een gegeven ogenblik dan zou je toch een keuze moeten maken als de compromissen niet leiden tot een goed product. En dan zal je dus de kustbescherming moeten laten prevaleren. Daar komen we niet onderuit, anders zal Nederland ook niet meer bestaan, denk ik. Door de eeuwen heen veranderde het Waddengebied voortdurend van gedaante, onder invloed van water en wind en door menselijk ingrijpen. De Zuiderzee werd afgesloten en de Lauwerszee. Plannen om stukken van de Waddenzee in te polderen zijn al jaren van de baan. De Wadden blijven een wetland van internationaal belang. Wind en getijden leiden tot het ontstaan van kwelders. Soms met hulp van de mensen die rijstdammen maken en greppels graven. De buitendijkse gronden mogen volgens het beheersplan niet verder ingepolderd worden. De natuur moet er zijn gang gaan. Zoals bijvoorbeeld op het eilandje Griend, een vogelparadijs midden in de Waddenzee. Griend staat onder beheer van Natuurmonumenten. Waarom komen we dan juist hier graafmachines tegen? Het Natuurmonument heeft het eiland Griend vanaf 1916 in beheer. En vanaf die periode hebben we eigenlijk een beheer gevoerd van laat die natuur maar zijn gang gaan. We zitten nu in de situatie dat het eiland aan de westzijde afslaat en eigenlijk niet aangroeit aan de oostzijde. Het plan nu is dat we een 2,5 kilometer zanddijk aanleggen, en waarvan aan de leizijde het eiland ligt. En waar dan over een periode van, laten we zeggen, 50 jaar, 60 jaar, een kwelder weer tot ontwikkeling kan komen. Dit is de Wadden Adviesraad. 21 vertegenwoordigers van groepen die belang hebben bij de Waddenzee. Milieu, recreatie en bedrijfsleven. Hun inzichten zijn vaak tegengesteld. Hier vindt de confrontatie plaats, maar ook overleg. Want de Wadden Adviesraad moet de minister van Milieubeheer adviseren in zaken het beheer over de Waddenzee. Veranderlijkheid is het kenmerk van de Waddenzee. De beheersplannen zullen niet onveranderd blijven. De gemeenten in het Waddengebied zullen nog veel besluiten nemen over hun stukje van de Wadden. De provincies aan de Waddenzee zullen er nog veel statenvergaderingen aan besteden. Regering en parlement zullen nog veel bijzondere aandacht aan de Wadden moeten wijden. Want het gaat om de instandhouding van een natuurgebied van wereldbelang. Om de bescherming van al het leven in de Waddenzee.